Op 8 september, Wereldalfabetiseringsdag, openen we de allereerste goede dadenwinkel van Nederland. Hier betaal je niet met geld, maar met een goede daad. Ofwel iets goed wat je doet voor een ander. Dat wordt dus de eerste winkel waar je naartoe gaat met een lege portemonnee. En een vol hart. Maar oké, betalen met een goede daad, hoe werkt dat precies? Op elk artikel in de winkel zit een sticker geplakt met erop een goede daad. Kies iets uit wat je graag wilt hebben en doen. Iets gevonden? Dan kun je nu betalen. Dat doe je door je goede daad te delen op jouw social media. Ga naar het fotohokje bij de kassa. Er wordt nu een foto gemaakt van jou en het artikel met de goede daad. Post de foto op jouw social media met de hashtags. Zo, nu heb je betaald. Delen is natuurlijk veel waardevoller dan geld. Je helpt laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. En inspireert anderen om ook mee te doen met de week van de alfabetisering. Deel dus straks ook gerust die post waarin je jouw goede daad verricht. We hopen dat je naar de Goede Dadenwinkel in Zoetermeer komt. De eerste winkel waar geld niet hoeft te rollen, maar aardigheid wel. Zin om ook goed te shoppen, maar is Zoetermeer te ver weg? Kijk dan voor de Goede Dadenwinkel bij jou in de buurt. Of open je eigen Goede Dadenwinkel. Dat is al een goede daad op zich. Kijk op weekvandealfabetisering.nl.